we dachten als we nou een 7 tegen 7 toernooi gaan organiseren met, op een goed niveau, met de hoofdklassenspelers, topklassenspelers, misschien zelfs een paar profs als het een beetje mee zit, dat we volgens mij dan al wat te pakken hebben. Dus we zijn er eigenlijk een beetje voor gegaan en dat heeft geleid tot vandaag. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het best wel hoge niveau zou zijn. Ik dacht lekker ontspannen voetballen, maar ik zie toch teams met heel veel kwaliteiten. Hoe ervaar je het toernooi tot nu toe vandaag? Het is goed georganiseerd, het is leuk, veel teams, ook het niveau is hoog. Het zijn allemaal oud-profs, jongens die nog BVO spelen. Tenminste, jongens die ook het spelletje snappen. Dus het niveau zit zeker goed en de organisatie zit er ook goed bij. Weet je. Dus tot nu toe verloopt het echt prima. Het niveau van de spelers vind ik hoog. En ik vind het niveau van de scheidsrechters zelfs hoog. Ik vind het hartstikke leuk niveau. Je ziet van alles wat. Je ziet zelfs betaald voetballers lopen. Je ziet topklasse, hoofdklasse, van alles wat. En het mooiste van zo'n toernooitje is dat het vriendschappelijk en iedereen speelt wel om te winnen. Maar wel altijd met respect voor elkaar. En daarom doe ik ook graag mee aan zulke toernooitjes.